Gegroet, krijgers! Ik ben Armando, de Team Park Viking en hartstikke leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ja, nog vanaf de parkeerplaats van de Efteling. Ja, we gaan vandaag gewoon even lekker een rondje door het parkje doen. Het is ooit best lang geleden dat we dat hebben gedaan. En ja, we doen dat natuurlijk niet zonder reden, want vandaag begint de Winter Efteling. Ja, ik ben echt heel erg benieuwd wat er dit jaar allemaal nieuw is. Dus ja, dat gaan we vandaag even allemaal bekijken. Ik ben vooral heel erg benieuwd wat ze nu in het Sprookjesbos allemaal hebben neergezet. Ja, er zouden ook wel een paar nieuwe dingen komen. En ja, natuurlijk de warme windweiden. Ja, ik kan niet wachten om te zien hoe die er dit jaar uitziet. Maar ja, we beginnen even met updates bij de ingang. Want ja, de eerste update die komen we natuurlijk al tegen voordat we een park in gaan. En ja, dat is dat er hier nu alvast een rookzone is geplaatst. Ja, vanaf vandaag is de Efteling rookvrij. Je mag alleen nog maar roken in de rookzones. Het wordt nu ook echt omgeroepen op de parkeerplaats in verschillende talen. Dus ja, dat is hartstikke mooi. Ja, hier is de rookzone alleen maar een bouwhek. Maar volgens mij zien ze in de rest van het park wel ietsje beter uit. Ja, en als we een klein stukje verder lopen richting het Huis van de Vijf Zintuigen, ja, dan valt er weer iets nieuws op. Want alle kassahuisjes zijn nu echt verdwenen. Ja, je kan nu gewoon geen kaartje meer halen bij de kassahuisjes. Dat deed toch al bijna niemand meer. Iedereen kocht natuurlijk zijn kaartje alvast online. Sowieso een stukje goedkoper en eigenlijk ook wel wat makkelijker. Ja, je kan nog wel een kaartje halen bij de gastenservice of bij de automaat. Maar ja, dus niet meer bij de normale kassahuisjes. Ja, het geeft wel een heel erg open gevoel hier. Ik vind het eigenlijk wel een heel stuk beter. Nou, en als we het park binnenkomen, halen we natuurlijk ook meteen even de nieuwe winterplattegrond. Die liggen hier nu gewoon bij de ingang, dus ja, die nemen we ook gewoon eventjes mee voor de verzameling. En ja, voordat we echt verder het park in gaan, gaan we natuurlijk eerst eventjes nog kijken bij de Eftelingen. Want hier zijn ook weer een paar nieuwe dingetjes. Zo zijn alle spullen voor de 70ste verjaardag nu in de aanbieding. Want ja, het feestje is wel een beetje voorbij, dus... De spullen kunnen wat goedkoper weg. Er staat alleen bijna nergens een prijsje bij. Dat is wel een beetje jammer. Het enige waar ik de prijs van kan vinden zijn de theeblikken. Die zijn nu afgeprijsd van 10 naar 5 euro. Maar ja, voor de rest geen idee hoe duur het is. Ik zou nog wel graag een paar van deze tassen meenemen, want die zijn wel altijd heel erg handig. Maar ja, daar hangen er nog zat, dus dat komt nog wel. En ja, verder zijn de wintersokken gearriveerd. Ja, als je me volgt op Instagram of Facebook, dan had je het natuurlijk al gezien in de stories. Ja, elke week plaats ik daar natuurlijk een mini vlog. En daar hebben we deze sokken al in bekeken. Ja, ze kosten in ieder geval 9 euro. En ja, ik denk dat ik eigenlijk gewoon maar een paar meeneem. En ja, verder zijn er nog nieuwe oorwarmers. Met kattenoortjes en één hoorns ertussen. Geen idee waarom, het ziet er ook niet heel erg Eftelings uit. Maar ja, die zijn hier nu te koop en die kosten 10 euro. Maar goed, we gaan snel verder het park in, want we hebben niet heel erg veel tijd vandaag. Dus ja, onze eerste stop wordt waarschijnlijk het Sprookjesbos. Daar vinden we waarschijnlijk wel de leukste vernieuwingen. En ja, onderweg komen we ook nog een klein duimpje tegen. Helemaal vol met lichtjes. Ja, het ziet er best leuk uit, maar ja, overdag doet dit natuurlijk niet heel veel. Ik ben benieuwd hoe het in het donker eruit ziet. Nou, en als we langs de bodem kan lopen, valt nog op dat er een heel groot embleem is opgehangen op het paleis. Ja, ditzelfde symbool zagen we ook al op de banner staan aan het begin van de promenade. Ja, het ziet er apart uit, maar ja, leuk gedaan. Nou, en over Symbolica gesproken, ja, we gaan er nu niet in, maar ik ben er een paar dagen geleden nog in geweest en ja, Pardoes heeft nog steeds geen twinkeltoorts in de voorshow.
Maar hij heeft in de troonzaalscène in ieder geval zijn hoed terug. Dus ja, dat is in ieder geval iets. Ja, hopelijk wordt die voorshow ook snel weer gefixt. Maar ja, dat gaan we binnenkort vast wel weer zien. Nou, en we zijn aangekomen in een sprookjesbos. En ja, normaal hoeven we hier bij Don Roosje niet echt te kijken voor nieuwigheden tijdens de winter Efteling. Maar ja, dit jaar is een keertje anders, want de wachter die heeft een nieuwe cape. Ja, geen idee of dat speciaal voor de winter Efteling is. Of ja, misschien is het nu wel standaard. Maar het ziet er wel heel erg goed uit. Nou, en in het kabouterdorp eigenlijk geen nieuwigheden. Alleen ja, nog wel opvallend dat de hand van de vissende kabouter nog steeds loshangt. Ja, dit moet toch wel eventjes snel gemaakt worden, want dit ziet er eigenlijk niet heel erg goed uit. Nou, en dan komen we aan bij Langnek. Ja, die had een nieuwe sjaal en een muts in plaats van oorwarmers. Maar ja, de muts die, is die blijkbaar verloren. Hij heeft alleen nog maar zijn sjaal om. Ja, ik weet niet of dit een ongeluk is of dat ze misschien toch weer gaan vervangen voor oorwarmers. Ja, dat, beetje raar dit. Nou, en het was natuurlijk pas geleden nog in het nieuws dat er een aantal spullen zijn gestolen uit het Sprookjesbos. Onder andere hier bij de zeven geitjes. Hier is een raampje ingeslagen. Er is een muisje meegenomen. Nou, de Efteling die heeft daarna ja, de rest van het raampje weggehaald. En de kaars die erachter stond, die hebben ze toen ook maar even weggehaald. Maar ja, het is nu wel weer gefixt. Er zit een nieuw raam in. En de kaars die staat er ook weer. Alleen ja, ze hebben er geen muisje meer bij gezet. Dus ja, waarschijnlijk om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Nou, en naast het huis van de zeven geitjes vinden we eigenlijk het eerste echt nieuwe hier in het Sprookjesbos. En dat is ja, natuurlijk het heksenkamp. Ja, helaas wel zonder heks. Maar de bezem die staat er nog wel. En de toverpot van de heks die staat er ook. Ja, er staan een aantal bosdiertjes bij. Waaronder dus ook een konijntje. En ja, jullie weten het, ik ben dol op konijnen. Dus ja, hoe meer Efteling konijntjes, hoe beter. Ja, ik word hier heel vrolijk van. Nou, en als we bij het Herautenplein aankomen, zijn er weer twee sprookjesbosbewoners die een nieuwe winteroutfit hebben gekregen. Waaronder kleine boodschap. Ja, dit ziet er toch wel heel erg goed uit. En ook Ezeltjestrekje heeft een nieuwe aankleding. Ja, in plaats van een krans op zijn nek heeft hij nu ja, een heel mooi nieuw kleedje. Het ziet er wel een stuk beter uit dan wat het was. Ja, er was trouwens ook nog wel een update bij de zes zwanen. Want ja, nu hoor je ook het verhaaltje als je in een bootje zit. Ja, toch wel handig dat mensen dan het verhaal misschien iets meer snappen. Maar ja, ik ga er voor de rest niet kijken. Ik geloof het eigenlijk wel. We gaan er vast in de toekomst wel weer een keertje in. Want ja, we gaan nu even snel verder. Want we hebben nog een hele hoop te zien. Nou, dan komen we aan bij het Sprookjesbos Theater en daar valt op dat de buggystalling weer uit onderhoud is. Het ziet er weer helemaal netjes uit. En als we aan de overkant even gaan kijken naar het showtijdenbord, valt op dat de show van 11:15 dat die weer terug is. Ja, afgelopen weken was die nog afgeplakt, maar ja, we hebben nu weer vier shows hier in het Sprookjesbos Theater. Nou, en dan komen we aan bij een van de punten waar ik eigenlijk wel het meest benieuwd naar was. En ja, dat is natuurlijk bij De Reus en Klein Duimpje. We zouden hier een nieuw fotopuntje krijgen. Ja, ik zag op Twitter al voorbij komen dat hij er van het weekend nog niet was. Dus ja, hopelijk nu wel. Want ja, de winter Efteling is officieel van start gegaan. Dus ja, het zou er nu toch wel moeten staan. Maar helaas, er staan gewoon nog steeds bouwhekken. Nog steeds geen fotopuntje. We zouden hier natuurlijk op de foto kunnen met de sokken van de reus. Nee, heel erg leuk om te doen, maar ja, dat gaat nu dus nog niet door. De reus ziet er natuurlijk wel weer heel erg goed uit. Die is weer net uit onderhoud. En ja, het ziet er gewoon weer als nieuw uit. Echt
Heel mooi opgeknapt. En bij de nieuwe kleren van de keizer zijn de bankjes weer terug. En ook al opvallend, ja, er zijn overal in het park nieuwe rookzones gekomen. Maar die hier in het Sprookjesbos, die is weggehaald. Hier bij het Sprookjesbos station. Het ligt nu gewoon helemaal vol met grond. En er zijn weer nieuwe plantjes neergezet. Ja, nu nog eventjes laten groeien. En dan ziet het er ook weer helemaal mooi uit. Nou, en we zijn dus uit het Sprookjesbos. En dan gaan we gelijk nog even kijken bij de oude maskeramer. Daar hebben ze soms toch net iets andere dingen dan bij de Eftelingen. Dus dan gaan we snel eventjes checken. Nou, en het enige echt nieuwe zijn de nieuwe kersthangers van Pardoes en van Pardijn. Die zijn alleen hier in Efteling te koop tijdens de winter Efteling en kosten €20. Ik vind ze eigenlijk niet heel erg mooi. De gezichten zijn een beetje raar, maar dat is wel vaker met miniatuurtjes hier in de Efteling, helaas. Nou, en hier vinden trouwens ook nog de 70 jaar spullen in de aanbieding. En hier staan er wel prijsjes bij. Maar ik zie hier al de tas voor €6. En de mokken, die zijn 10. Dus het is eigenlijk allemaal nog dezelfde prijs als dat het was. Alleen de theeblikken, die zijn dus in de aanbieding. Nou, en we gaan ook nog even kijken bij het Tom van de Venplein. Ik ben wel benieuwd wat ze daar allemaal hebben neergezet. Daar is deze winter natuurlijk niet heel erg veel te beleven. Droomvlucht is natuurlijk al dicht tot maart. Ravelijn gaat nog in winterstop. En ja, dan heb je eigenlijk alleen nog maar de stoomtrein en Villa Volta. Dus ik verwacht niet dat het daar heel erg druk gaat worden deze winter. Maar we gaan even kijken wat ze hebben neergezet. Nou, en zoals verwacht is het niet heel erg druk hier. Er staan ook maar een paar kraampjes. Sowieso heel erg goed dat ze hier nu de bomen hebben weggehaald voor dit kraampje. De afgelopen weken hadden ze gewoon kerstbomen hier echt pal voor het kraampje staan. En het kraampje was wel open, maar ja, dat kon dus gewoon niemand zien. Dus goed dat dat in ieder geval is opgelost. Nou, verder kunnen we hier nog verse stroopwafels krijgen. En zo te zien ook de nieuwe winterspecials. Die gaan we natuurlijk ook nog proberen, maar niet vandaag. Daar hebben we vandaag niet zo heel erg veel tijd voor. En ja, verder is hier eigenlijk vrij weinig. Ja, Droomvlucht, helaas dicht. Die moeten we nog steeds een hele tijd missen. Gelukkig hebben we hem pas geleden nog heel vaak kunnen doen. Heb je die video daarvan nog niet gezien? Ik zet een linkje in de beschrijving. Het was een hele uitdaging, maar wel heel erg leuk om te doen. Althans, achteraf. Nou, en de Villa Volta natuurlijk nog steeds in de stijgers. Hij is wel open, maar het ziet er niet heel erg uitnodigend uit. Wel heel erg leuk dat ze de ondersteboven kerstboompjes weer hebben neergezet. Dus dat is in ieder geval iets leuks om naar te kijken hier buiten. Want de projecties die komen dit jaar ook niet terug. Sowieso natuurlijk lastig met al die stijgers ervoor. Maar dat gaat dus de hele winter Efteling sowieso niet terugkomen. Dat is wel een beetje jammer. Zo, ik heb ook even een rondje gedaan door het Lavelaar en over het Antropiekplein. Het Lavelaar was eigenlijk niet echt iets nieuws. Het is gewoon precies hetzelfde aangekleed als elk ander jaar. Wel trouwens mooi dat de lamp bij Lavelectriek, dat die wel weer is gemaakt. In ieder geval toch wel iets nieuws. En het viel me trouwens op dat ze alle herfstbladeren in het Lavelaar hebben opgeruimd. Toch wel een beetje jammer. Het gaf toch wel heel erg veel sfeer als dat gewoon lieten liggen. Maar het is eigenlijk ook wel een stukje veiliger zo. Nou, en op het Antropiekplein is trouwens ook niet echt iets nieuws. Er zijn wat nieuwe lampen neergezet bij het Witte Paard. Ziet er wel leuk uit met de krullen erin. Maar voor de rest is het eigenlijk vrijwel hetzelfde als vorig jaar. Wel viel trouwens nog op dat een van de bankjes hier bij de drinkenboer, dat die in onderhoud is. En de muzikantenpoort, die hebben ze natuurlijk opnieuw opgebouwd. Het is redelijk ver klaar. De zuilen die staan er al, alleen de poort mist nog en de muzikanten. Maar
Ziet er voor de rest wel netjes uit. Nou, en als we hier toch zijn, ja, staan we eigenlijk gewoon meteen naast de warme winterweide. Ja, toch wel een van de hoogtepuntjes van de Winter Efteling. En ja, over een paar minuten begint er een show van Pinocchio en de Blauwe Vee. Ik ben daar heel erg benieuwd naar. Ik heb geen idee wat ik daarvan moet verwachten. Dus ja, we gaan snel even kijken. Ontzettend leuke show. Er zaten hartstikke leuke liedjes in. En ja, de Blauwe Vee die moest dus laten sneeuwen. En Pinocchio die ging erbij helpen. Echt super leuk gedaan. Vooral voor kinderen heel erg leuk. Voor volwassenen vond ik ja, die van Wonderland toch eigenlijk ietsje leuker. Maar ja, dit was ook gewoon weer hartstikke leuk om te zien. Maar ja, het begint ondertussen al bijna donker te worden. De Efteling is nog een uurtje open. Dus ja, we gaan snel even verder. Maken even snel een ronde over de warme windweide. Kijken wat hier allemaal staat. We gaan hier natuurlijk binnenkort uitgebreid kijken. Maar nu even snel een rondje, want we hebben nog meer te zien in de rest van het park. En ja, dan beginnen we hier eigenlijk naast het podium. Want ja, hier staan de hutjes weer die ook in Efteling onder stonden. Ja, weer hetzelfde spel met dat je de ballen in tonnen moet gooien. Het andere spel is nu wel veranderd. Dat is nu blik gooien geworden. Ook leuk natuurlijk. En ja, deze keer zijn er naast konijnen en uilen ook ja, hele grote groentes te winnen. Ja, geen idee wat dat precies helemaal met de winter te maken heeft. Maar ja, je moet er ook wel van houden denk ik. Nou, en verder vinden we hier in het midden natuurlijk weer twee vreugdevuren. En uiteraard staat het podium hier. Maar dan ja, gaan we even door naar de buitenste ring van de weide. Kijken wat voor kraapjes we daarom tegenkomen. Nou, uiteraard vinden we als eerste hier de kaneelbroodjes. Ja, die zijn elk jaar toch weer heel erg lekker. En naast deze kraam vinden we de Unox kraam. Natuurlijk ook weer met broodje Unox. En uiteraard voor de winter de ertessoep. Ja, uiteraard vinden jullie ook weer de slee. Je kan weer hele leuke foto's maken met Pardoes en Pardijn. We zijn er ja, nu alleen niet. Dan krijgen we natuurlijk weer de merchandise. Ja, wel een stuk groter kraampje dan het was op Wonderland. Maar ja, eigenlijk niet heel erg veel nieuws. Eigenlijk allemaal wel dingen die we ook gewoon zien in de Eftelingen. Nou, en uiteraard zijn hier ook weer nieuwe Efteling lepeltjes. Deze keer van de Winter Efteling kostte €7,50. En er zijn nieuwe magneten. Met ja, weer datzelfde embleem erop, wat we ook zagen op Symbolica. En even kijken, deze kostte. Staat er niet bij. €2,50 hoor ik net. Nou, en na de merchandise lopen we lekker verder. Uiteraard vinden we hier ook weer een terras. Deze keer zelfs met bar. Dat is ook wel een stuk beter dan dat het vorig jaar was. Ook het basketbalspel is weer teruggekeerd. Ja, volgens mij gewoon precies dezelfde kraam als in Wonderland stond. En aan de andere kant het pingwingvissen. Ja, pingwingpet is weer terug. En ze hebben dit jaar weer konijntjes. Dus ja, die gaan we sowieso proberen te winnen.
in een toekomstige video. Ja, en na Pinguin Pret ja, vinden we nog een Urskraam. En natuurlijk een nieuw dit jaar. De schaatsverhuur. Ja, er is dit jaar natuurlijk eindelijk weer een schaatsbaan. We kunnen weer schaatsen in de Efteling. En ja, dan gaan we natuurlijk ook snel even kijken. We gaan niet zelf schaatsen vandaag. Daar hebben we geen tijd meer voor. Maar ja, we kunnen natuurlijk wel gewoon even snel een kijkje nemen. Hoe het eruit ziet. Nou, wauw. Dit ziet er echt wel heel erg tof uit. Zeker met al deze verlichting erop. Ja, ik vind het wel echt heel erg sfeervol. Heel gaaf met al die kerstbomen eromheen. Maar voor nu lopen we weer even lekker verder. Ook al een hele gave kerstboom hier. Met alle Efteling kersthangers erin. Maar goed, hier vinden we nog een souvenirkraam. Hier vinden we ja, voornamelijk snoepgoed en miniaturen. En de kersthangers natuurlijk. Nou, en dat was eigenlijk de hele warme windweide. Ja, we komen alleen nog een kraampje tegen met de winterspecials en de kaneelbroodjes. En ja, dat was eigenlijk wel alles wat hier te zien is. En ja, ik moet zeggen, ik vind het beter opgezet dan vorig jaar. Het is sowieso ook allemaal een stuk ruimer opgezet. Ja, er is gewoon veel meer ruimte om te lopen. Maar het is nog steeds even gezellig. Dus ja, als jij naar de Winter Efteling komt, zeker even een kijkje gaan nemen op de warme windweide. Maar goed, we gaan snel door, want er zijn nog meer dingen te zien in het park. En ja, we komen hier sowieso hartstikke snel terug. Ik denk dat we nog wel meer video's op gaan nemen op de warme windweide. Zo, en dan komen we aan in Rijsrijk. En ja, toch wel weer een paar dingetjes nieuw hier. Natuurlijk vooral bij de Carnaval Festival. Want ja, daar is nu weer de test ingegaan met het virtueel wachten. Ja, je kan niet meer gewoon normaal in de rij gaan staan, tenzij het heel erg rustig is. Ja, je moet gewoon een plekje in de rij reserveren via de Efteling app of via een van de automaten hier bij de ingang. Ja. Maar ja, dat gaan we in een latere video wel een keer uitproberen, want ja, er zijn nog een paar dingen die ik eerst wil bekijken, waaronder natuurlijk Pjotr. Nou, en voor de rest was er eigenlijk niks nieuws voor de Winter Efteling hier in Rijsrijk. Ja, natuurlijk staat Sinterklaas wel in het Carnaval Festival, maar ja, die staat daar elk jaar. Dus dat is echt helemaal niks nieuws. Ja, we gaan denk ik even snel verder naar Ruigrijk. Even heel snel kijken of daar nog iets is. Ik verwacht het eigenlijk niet. En daarna gaan we nog naar Anderrijk, want daar zijn volgens mij wel een paar nieuwe dingetjes neergezet. Nou, en in Ruigrijk valt eigenlijk niet heel erg veel op. Behalve dan dat het ja, echt heel erg rustig is hier. Dus hier echt bijna niemand. Ja, wel apart om dit plein echt zo rustig te zien. Maar ja, qua Winter Efteling is het niet heel erg veel. Nou, het is zo rustig. Dus we doen ook gewoon maar eventjes een ritje in de Vliegende Hollander. Het is ook alweer eventjes geleden dat we die hebben gedaan. Ik kan me alleen niet onrijd filmen. Daar is het ja, toch eigenlijk al te donker voor. Dus ja, dan zie je zowel binnen als buiten eigenlijk bijna niks op beeld. Dus ja, dat heeft niet heel erg veel nut. Maar ja, even kijken of de attractie het ondertussen weer helemaal goed doet. Nou, zoals wat, geen verbetering bij de Vliegende Hollander. Ja, in het eerste openzeestuk is nog steeds geen rook. En de projectie is ook nog steeds kapot. Ja, we blijven toch wel hopen dat dat snel een keertje wordt gefixt. Maar ja, we gaan in ieder geval nog eventjes door naar Anderrijk. Want daar staat sowieso één ding voor de Winter Efteling. Die we nog niet hebben gezien. Ik hoop dat we überhaupt nog kunnen zien dat het nog niet te donker is. Ja, dat is nog even afwachten. En ja, daarna is de dag eigenlijk wel een beetje ten einde. Maar ja... Even snel Anderrijk nog in. Nou, we zijn dus aangekomen op het Maxim Moritzplein. Ja, het eerste wat opvalt is natuurlijk dat Maxim Moritz in onderhoud is. Dus ja, je kan er niet eens bij
in de buurt komen. Er staat ook weer een steiger voor het stationsgebouw. Maar waar we eigenlijk voor komen, nieuw voor de Winter Efteling, er is hier gewoon een hele skischans gebouwd. Ja, dit is natuurlijk weer gebouwd door Max en Moritz. Het ziet er heel erg kleurrijk uit. Bovenop staan ook een paar kippetjes. Ik weet niet of je dat heel goed kan zien. Het is vrij donker. Maar ja, we komen hier sowieso nog wel een keertje terug in het daglicht om het helemaal goed te bekijken. Maar ja, op zich toch ook best wel een leuke toevoeging. Oh ja, en de creepy Max en Moritz sneeuwpoppen die staan er natuurlijk ook weer. Maar ja, die hebben we sowieso al vaker gezien. Zo, en dat is dus de Winter Efteling dit jaar. Ja, we hebben eigenlijk zo'n beetje alles wat nieuw is kunnen zien. Niet alles, er is nog wat entertainment op de warme winterweide, wat vandaag niet aanwezig was. Natuurlijk ook nog het entertainment voor Das Macabre, die waren er vandaag ook niet. En uiteraard ook nog de Winter Efteling pin, die was vandaag ook nog niet verkrijgbaar. Dus ja, allemaal dingen waar we in de toekomst even voor terug moeten komen. Maar ja, het is natuurlijk nog steeds een geweldig evenement, net zoals alle voorgaande jaren. Dit jaar zelfs nog een klein beetje beter, want ja, ze hebben echt weer verbeterd op de warme winterweide. Echt heel fijn dat er toch iets meer ruimte is. En ja, de nieuwe show die is natuurlijk ook heel erg leuk. Ik ben heel erg benieuwd naar de andere shows die ze daar gaan opvoeren. Ja, verder waren natuurlijk ook de nieuwe toevoegingen in het Sprookjesbos en op het Max en Moritzplein. En op het Carnival Festivalplein, hartstikke leuk. Ja, de Winter Efteling wordt alleen maar beter. Nou, het park stroomt ondertussen leeg, dus het is weer tijd om naar huis te gaan. Ja, natuurlijk zijn we binnenkort gewoon weer terug met een nieuwe video. De volgende keer niet vanuit Efteling trouwens, want dan zijn we in Fantasieland voor de Wintertroom. Gaan we even kijken of de Wintertroom net zo goed is als de Winter Efteling. Dus ja, kijk daar zeker naar uit. Nou, en vond je dit nou een leuke video? Abonneer je dan even op mijn kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan, doe ik even een blauw duimpje omhoog. Want dat helpt het kanaal echt ontzettend veel. Volg me op Instagram, Twitter en Facebook voor nog meer updates uit de pretparken. En ja, wil je nog meer Efteling zien? Hou dan de stories op Facebook en Instagram in de gaten. Want ja, daar plaats ik elke week ja, een soort van mini-vlogs met updates hier vanuit Efteling. Nou, en ben jij ook van plan om de Winter Efteling te bezoeken? Laat het dan even weten in de comments. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel van jullie ik hier tegengekomen tijdens de Winter Efteling. Nou, en na deze magische start van de Winter Efteling zeg ik weer, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.